Toen Jezus in Betanië, in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en ze zeiden: Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei: wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.
De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen ze palmtakken mee en liepen hem tegemoet en riepen: En Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten. Zoals geschreven staat: vrees niet, Sion, je koning is in aantocht. En hij zit op een ezelsveulen. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem: Hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde: jij zegt het. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei
Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ik voel mij dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat die lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen weer achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij zijn leerlingen en zei: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, 1 van de 12. In gezelschap van een grote, met knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Toen kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Die Bösch nimmt wahr.
De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen melden. Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei: ik bezweer u, bij de levende God, zeg u of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit: hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben wij nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Zij antwoordden en zeiden: hij is het dood schuldig. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei: jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: die man, die hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer echt: ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe en zeiden: jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken. En hij bezwoer hun: ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: voordat er een haan gekraaid heeft, zul jij mij 3 maal verloochenen.
Hij ging naar buiten en huilde bitter. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priester en de oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Toen het dag werd, riep Pilatus de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, van geen van de zaken waarvan u hem beticht, schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten gezelen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen. Daarop leverde Pilatus Jezus uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Thank you.
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. En ze kruisigden hem daar. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En nog eens schreeuwde Jezus het uit en zei: het is volbracht. Daarop boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Thank you.
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, gingen de vrouwen naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hem: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Oh.
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Amen. Halleluja.